5000 vierkante meter ongeveer, iets minder, heeft echt alles in huis voor een compleet avondje uit. Op de begane grond hebben we een prachtig casual dining restaurant, zoals ze mooi heet, met Woodstone Pizza en Wine. Jongens zijn pas in Haarlem begonnen. Dat draait daar zo goed dat ook nu hun tweede kans al aan het pakken zijn. Het ziet er echt heel gaaf uit en daar heb ik echt heel veel vertrouwen in. Aan de linkerkant willen we dan nog een Grand Café in huizen. Daar is nog 250 vierkante meter voor beschikbaar. En vervolgens krijg je dan de bioscoop-exploitatie zelf, die dan eigenlijk erbovenop zit. Het zijn 8 zalen. Een bioscoop met 8 zalen, maar eigenlijk zijn het 2 bioscopen met 4 zalen. Want wat gaan we doen? We hebben 2 aparte delen met aparte foyers, met aparte toiletgroepen, compleet gescheiden van elkaar. In het ene deel draai ik dan de echte commerciële films waar veel jeugd op af zal komen. En het andere deel programmeren we juist een film die net even iets beter publiek aantrekt. En daardoor gaan we dus een natuurlijke scheiding in ons publiek maken, waardoor iedereen, maar dan ook werkelijk iedereen, zich op zijn gemak zal voelen. We draaien de films ouderwets met pauze. Dat zal misschien een cultuurshock zijn hier voor de Randstad, omdat mijn grote concurrent hier, Pathé, die doet het niet. Wij doen het wel omdat wij van mening zijn dat dat echt hoort bij het avondje uitgevoel. Ik moet natuurlijk zeggen, de Haarlemmermeer, 150.000 inwoners. Belangrijk zeker ook zijn alle gemeentes die eromheen liggen, zoals Nieuw-Vennep en noem ze maar op. Ik denk zelfs dat we nog verder kunnen gaan. Als je nu kijkt naar het huidige bioscoopbestand en wat wij gaan bieden ten opzichte van andere bioscopen, dan denk ik zeker dat wij dermate onderscheidend kunnen zijn dat we een ruime regiofunctie gaan hebben. Ja. Ik heb net als in Schagen heb ik stoelen uit Mexico vandaag gekocht en dat zijn echt perfecte stoelen. De feestelijke opening, die hebben we net aangekondigd, die staat voor 21 april. En dat doen we met een hele grote landelijke première van de film Snow White, oftewel Sneeuwwitje, met Julia Roberts in de hoofdrol.